De laatste wedstrijd van vanavond, een beladen duel. NEC tegen Roda JC. NEC heeft als doel de play-offs voor Europees voetbal. Die strijd zal tot de laatste speeldag duren, want Utrecht en ook Feyenoord liggen nog gewoon op de loer. Roda vecht al maanden tegen het degradatiespook. De Limburgers hebben slechts 1 punt meer dan hekkensluiter Volendam. En de situatie bij Roda is er deze week niet rustiger op geworden. De voltallige raad van commissarissen is opgestapt. Na het vertrek van de 2 directeuren is de dagelijkse leiding bij Roda nu in handen van technisch directeur Martin van Geel. De basisopstellingen van vanavond bij NEC ontbreekt John van Beukering. Hij wordt volgende week geopereerd aan zijn knie. En daarom centraal voorin Tim Jansen. Hij staat tussen Rommedaal en Saidi. Bij Roda speelt Hadouir als aanvallende middenvelder. Hij krijgt van trainer Harm van Veldhoven de voorkeur boven Willem Jansen. Vorige week tegen Twente kreeg Jansen nog de voorkeur boven Hadouir. De Nijmegenaren wachten al bijna 2 maanden op een overwinning. NEC, Roda JC, u hoort Philip Koken. Foutje van Oper. En dus kan NEC overnemen, Saidi. Met de foul voor zich. Saidi heeft een beetje moeite met dit veld. Glijdt regelmatig uit. Het schot is gevaarlijk en is van Lasse Schöne. K mag een end opstomen. Wordt totaal niet aangepakt. Oper, Oper, Oper! Geweldige redding van Babos. K wordt niet aangepakt. En Zomer glijdt weg en geeft zo Oper de ruimte voor een schot. Inmiddels aan de andere kant Saidi. En weer een moeizame redding van Castro. Met 1 rechterarm. De 2e kans binnen 10 minuten voor NEC. Saidi op Davids. En die komt er langs bij De Vouw. En De Vouw haalt aan zijn gram. En haalt Davids onderuit. Schöne heeft meerdere malen dit seizoen bewezen het aan te kunnen. Vanaf deze afstand. En hoe dichtbij kan je komen? Roda ontsnapt. Veel gevoel, veel effect in deze bal. Waar Castro wel dichtbij zat. Maar dat zou niet afdoende zijn geweest. De lat is dat wel. Saidi. De Jong glijdt weg. Saidi is nu elkaar kwijt. Nog altijd Saidi, ja. En waarom gaat hij dan voor zijn eigen kans? Dan stond Tim Jansen er daar niet een beetje beter voor. De vraag stellen is hem beantwoorden. Maar Saidi had alleen maar oog voor de goal. Rommedaal worstelt zich langs K. Die nu opnieuw tegenkomt. Voorzetje op het hoofd van Jansen. Dit was dan eens een goede kans voor NEC. Het verhaal gaat dat hij komt kijken naar Cizé. Saidi en Kivuvu waren er niet over uit wie de bal nog mocht meenemen. En als Vormer even later een overtreding maakt, is dat het 2e geel van deze wedstrijd na de rechtsback Linssen. Nee, Saidi gaan we in deze wedstrijd niet meer terugzien. Die moet eraf na die onfortuinlijke botsing met Vormer. Kivuvu. Kivuvu langs de Lorge. Kivuvu. K. Waar blijft die bal? Weet iemand het nog? Gozens uiteindelijk als laatste. Met een schot dat nog van richting werd veranderd. Schöne. Zomer. En van de lijn gehaald. Cizé. Cizé. En, oh, wat mooi. Wat mooi. Dani Fernandez gleed uit. En Cizé scoort. Roda JC moet het hebben van een bevlieging. Want qua teamspel is het niet veel. En uitgerekend Cizé
die heel matig speelt tot nu toe. Die zorgt voor de bevlieging die Roda onverdiend, maar wat geeft het, aan de leiding brengt. Rommedaal. Rommedaal nog altijd. Wacht nu op aansluiting. Hier komt Van Gozens. En Dani Fernandes. En daar is de kopbal van Siebum. En Marcel de Jong is boos. De Jong protesteert, maar de 1-1 telt. De voorzet komt van Gozens. Dan is daar een duwtje van Chibamba in de rug van de Jong. En als dat over het hoofd wordt gezien door Braamhaar, dan kan Siebum uiterst gelukkig voor NEC de 1-1 binnenkoppen. Meeuwis in de tegenaanval. Goede redding van Babos. Fernandes. Yulu Matondo. Bal afgesnoept door Gozens. Dat doet hij heel goed. Rommedaal. De Lombardse rechter hebben Rommedaal nog altijd. En een goede redding van Castro. Schöne. K. Zo kunnen we nog wel even heen en weer pingpongen. Willem Jansen. Van Tornhout verlengd. Cizé wordt teruggefloten. Dus dit gaat allemaal niet meer door. Van Veldhoven is woedend. En wat gebeurde daar nu? Ja, ze pakten elkaar vast. Het is maar wat je wil zien als scheidsrechter. Eén ding is zeker, als Braamhaar hier door had laten spelen, was er helemaal tumult geweest. Alsjeblieft, jongens, dat zien we allemaal. Na ruim 94 minuten voetbal fluit Braamhaar af in een wedstrijd die geen winnaar verdiende. En het is dan ook wel zo rechtvaardig dat die winnaar er uiteindelijk ook niet gekomen is. Je hoopt er vandaag iets extra's te doen, want dan denk ik dat je wat meteen veilig kunt spelen. Nu blijf je ertussenin zitten en zal je iedere keer moeten rondje moeten kijken. En dan kan het spannend blijven tot de laatste wedstrijd. Maar voor ons blijft de doelstelling hetzelfde. De volgende twee wedstrijden moeten gewonnen worden en dan zullen we kijken hoe ver dat we staan. Je schiet niks op met steeds een gelijkspelletje en een puntje. Dat hebben wij ook, dat begrijpen wij ook. Aan de andere kant, we hebben nog 3 wedstrijden, 2 thuis. Dus we moeten gewoon met z'n allen de schouders eronder. En ook vandaag kan ik het elftal niks kwalijk nemen. Want we hebben gewoon naar onze mogelijkheden gespeeld. Ik denk wel een team zijn. Ik bedoel, we willen wel allemaal knokken voor elkaar. En, ja, maar zo weinig samenhang. Ja, ik weet het niet. Ik denk toch niet dat wij dat niet hebben. Ik denk wel dat we wel alles willen geven met elkaar. En het lukt gewoon niet. Ik weet niet. Een beetje pech natuurlijk ook. En een beetje ook onze kwaliteiten niet genoeg denk ik op dit moment. Ik weet het niet. Zou u blij zijn als dit seizoen erop zat? Ja, ik ben toch blij als dit erop zit. Ja, het is een heel moeilijk jaar. En, goed, we proberen iedere keer een stapje te zetten, maar het is een heel moeilijk jaar. Er is eigenlijk te veel gebeurd om rustig te werken. Als wij erin blijven, ben ik heel blij, ja. En anders? En anders ben ik niet blij en dan moeten we nog eventjes aan het werk. Om? Om de play-offs. Want DGD, dat gaan we niet. Rechtstreeks. En dan het verhaal van Roda spits Seko Cizé. Niet alleen scoorde hij vanavond, maar de spits uit Ivoorkust staat ook in de belangstelling van diverse Europese topclubs. Je pense que c'est la saison la plus difficile que Roda traverse et que je traverse aussi depuis que je suis à Roda. Je pense que les deux prochains matchs on doit tout faire pour pouvoir gagner ce match et puis maintenir l'équipe quoi. Et maintenant, c'est la dernière saison de vous à Roda? Bon, pour l'instant, je peux pas dire grand-chose mais j'espère, mais d'abord le plus important, c'est de maintenir cette équipe en première division avant de chercher peut-être à partir ailleurs. C'est ça le plus important pour moi.